Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Achter mij zien we een tuincentrum hier in Zoetermeer. We hebben namelijk gehoord dat je hier heel veel categorie 1 vuurwerk hebt, wat je bij andere winkels niet hebt. We zijn natuurlijk al bij verschillende winkels geweest, supermarkten. We gaan voor jullie op zoek naar het meest unieke categorie 1 vuurwerk, jongens. Heb je hier binnen? Let's go. Wat heel erg opvalt gelijk aan het begin. Duitse pakketjes. Vet. Echt bizar, die van Weco. Deze heb je dus ook bij de Lidl in Duitsland. En hier inderdaad ook eentje. Categorie 1. Staat er wel Nederlandse tekst op dan? Nee, dat niet. Nee, maar dat is raar. Zoveel hebben ze er ook niet van. Twee pakketten. Lijkt wel alsof ze dat gewoon bij de rechtstreeks van de Lidl hebben gehaald in Duitsland. Maar deze gaan we in ieder geval wel nemen. Deze had ik al eerder gehoord dat deze heel goed zijn. Zijn dat dan? Kortsluiters, ja, een soort van knetterrotjes, maar dan nou, beter. We zullen het zo meteen even openen tijdens het afsteken. Kijken wat dat doet, ja. Knalerwten, die nemen we natuurlijk niet. Maar deze vind ik dan wel weer apart. Die halen we ook. Nou, dan heb je de Funke Bengaal Foyer. Die halen we dit keer niet. Die halen we eigenlijk altijd bij vuurwerkbunker. Dan hebben we de Crackling Balls. Ik ben even benieuwd van welk merk dit is. 1,50 euro, joh. Dat is wel goedkoop. Dit is ook van Weco. Lijkt wel alsof alles van Weco is. Maar die hebben we nog niet eerder gehad. 24 stuks voor 1,50. Nou, dat is wel echt een koopje, man. Mm-hmm. Rattelflitsers. Is het dan ook Duits of zo? Crackling Fontein of zo. Denk ik. Nee, dus nou, dat gaan we ook erbij doen. Ook nog nooit gehad. Gaat ook de kar in. Heel bizar. Maar hier hebben ze er nog wel heel veel, zoals jullie kunnen zien. Dit is de vestiging in Zoetermeer, trouwens. Ik weet niet of ze nog meer vestigingen hebben. We halen wel gewoon enkel wat vuurwerk. Hey, deze hebben we gisteren gezien bij de blokker. En wel een stuk goedkoper, man. Of niet? Een eurotje. Hier ook. 1 euro. Zo dan. We komen hier enkel eigenlijk om het nieuwe categorie 1 vuurwerk te halen wat je hier hebt. Vuurwerk wat we nog niet zelf hebben gehad. Dus bijvoorbeeld knetterlint van Leslie. Dat is Leslie volgens mij wel. Die laten we liggen. We gaan echt even voor deze dingetjes. Die ken ik ook niet. Granata's. Zullen ook een soort knetterballen zijn, maar gewoon puur om te testen voor jullie. Zodat jullie ook kunnen weten straks waar moet je wezen voor je categorie 1 vuurwerk. Nitro Flash. Wat dan? Ah, ik weet het ook niet, man. Het zal ook wel een soort van knettertje of zo. Nou, ja. Flitstablet staat daar. Oh, flitstablet. Nou, de Ugly Frankie. Mini fonteinen. Ja. Nou, die doen we ook. Deze. Is dat een soort happiness of zo? Ja, moet wel toch? Ik denk het ook. Happiness zijn altijd ziek natuurlijk. Juist. Die halen we ook. Hadden we dat pakket al in de nope. Car gelegd? Nee, hè? Bijna helaas. Nou, dat andere Duitse pakket doen we ook even in de car. Vet. Nou, die halen we zo meteen maar even open om alles te stoken. Juist. En hier heb je trouwens ook nog een fonteinenpakket. Zo, dat lijkt echt zwaar op die van de Macro. Nou, volgens mij is dit een pakket die je ook normaal gesproken bij de blokker hebt, man. Alleen hebben we die gemist gisteren. Hoppa. Laten zien. Vet, joh. Hier, kat 1 nitro's. Ook wel grappig. Wat is dat dan? Dit, ik heb zo kleine dingetjes of zo. Maar meenemen. Ook meenemen. Nou, wondertollen. Ik moet je zeggen dat ik de prijzen niet zo heel erg hoog vind. Hier, die. Krekkeling grondbloem. Hé, hey, dat is hard. Die nemen we wel erbij. Grondbloemen met knetter. Die zijn altijd top. Gaat ook in de car. We zijn op locatie om af te steken. We zijn nu een dag hebben we gewacht om het af te steken, omdat het al donker was toen we bij dat tuincentrum weggingen. Hier zo. We hebben nog niks afgestoken. Pleurt wel maar uit elkaar al. En deze. Trouwens, ook nog viscolon van Real Pyro. Yeah. Dat laten we hier zo. Die bewaren we. Oh, deze hadden we ook nog in de tas zitten toevallig, maar die komt natuurlijk niet van het tuincentrum. Waar zullen we mee beginnen? Het Duitse pakketje? Knetterballetje. Duitse pakketje mee beginnen. Dat je dit gewoon in Nederland kan kopen, echt bizar. Nou, wat heb je hier zo? Tollers. Tolle bienen. Bienen. Ik denk echt dat dit pakket weinig gaat voorstellen, maar... Het zijn bijtjes. Zo. Ik ben benieuwd. Wat een mooie locatie hier. Juist. Ja, grondbloemen. Ja, een beetje mini grondbloemetjes. Maar echt heel erg mini. Ze doen dat niet eens, joh. Nee, ze tollen niet, hè. Ja, gooi hem eens die andere kant op de steen. Ja, doe maar. Wekootjes. Ja, dat stond niet op het steen.
Hier ben ik ook benieuwd naar, want heel veel mensen hebben gezegd in de video's, kortsluiters moet je echt halen. Knetterrotjes toch? Schijnt de beste knetterrotjes te zijn die ik kan krijgen, althans wat ze zeggen. En kijken, het zijn net rotjes inderdaad. Wel lelijk though. Maar, we zullen het zien, ja. Valt wel mee, man. Valt best wel tegen, echt gewoon ja, die knetters. Knetta. En niet zo hele harde knetten, ook dat nog. Hop. Hoe duur waren ze? 4 euro of zo. Ja. Zo dan. Dat was wel raar. Zullen we nu deze doen, de Pilly Crackers? Dit zijn gewoon dus die cracklingballs zonder balletje eigenlijk, hè? Klopt, maar ze zitten in een verpakking alsof het zware rotjes zijn. Kijk dit, het zijn gewoon Pilly Crackers. Ah ja. En ik heb al in de video gezegd van de Big Bazaar, ik ben een beetje Pilly Cracker moe, man. Dat is de reden waarom ik Pilly Cracker moe ben. Die dingen die doen echt niks. Ook even wat kortsluiters. Een kortsluiting. Ze klinken heel ziek. Zo dan. Hey. Die gaan we ook even doen. Ze zeggen dat deze ook heel ziek zijn. Nou, gaan we die gelijk even neerzetten. Oh, dat zijn die. Oh, ik heb die trouwens ook, ja. Ja? Ja, ze zijn wel lachen. Ah, dat is goed. Fonteintjes. We hebben een knetter als het goed is ook. Ja, hij zei dat ze heel hard gingen, die Ugly Frankies, maar... Nou, volgens mij is die in de war. Deze stellen ook heel weinig voor. Lijkt een beetje op die van de blokker. Ze moeten knetteren, als het goed is. Zo ja? Hé, die knetters zijn wel goed. Ja, zijn wel harder, ja. Deze, de Happy Stars. Volgens mij zijn dat happiness, ik hoop het ook. Moet wel. Ik ga ook niet op de verpakking lezen wat die exact doet. Nee, laat je verrassen, gek. Mooi. Ze zijn wel licht. Ik weet niet dat ze gillen, maar het zou mooi zijn. Zo dan. Nou, dat vind ik geen happiness, als ik eerlijk moet zijn, gek. Nee, maar ze zijn ook een beetje gevaarlijk, man. Ja, dat is het allemaal wel een beetje, lijkt wel. Oh, zit het los? Ja. Goed uit, want dat ding is echt gek. Als die blijft staan, is het op zich wel low. Verkrekte happiness. Hier. De knetterballen, cracklingballs. Maar 1,25, hè? Ja, dat kan ook niet zo voorstellen. Ja, pillycrackertje. Ook weer een pillycrackertje. Oplichterij.nl. Kees van de Spek. Nou. Waar is die al daar? Ja. Ah, joh. Nou, dan moet ook even een heel pakje tegelijk, want... Hey, joh. Doe er even een grondbloemblij dan. Bij. Grondbloemblij. Ben benieuwd. Gaat het gewoon, hè? Wat we ook nog hebben, deze Dizzy with Cracklin. Dat schijnen grondbloemen te zijn met knetter. Hey, zo dan. Die zijn inderdaad wel groot, man. Zo, dat is wel vet. Zo. Dat die zijn. Eerlijk is eerlijk. Ja. Lijkt op een rotje. Ja, en goed dicht ook. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Short banger, gek. Zoals ineens een... Weet je, vroeger had je die grondbloemen met... Hele sport, ja. Ja, wel goed. Ja. Zeker. Oh, maakt bijna muziek. Hey, die zijn niet slecht, man. Nou jongens, even alles tegelijk gedaan, anders zijn we zo lang bezig.
Ja. Juist. Pillendoosie. Knalbessen. Oh. Ai, ai, ai. Oh, oh, oh. Meteoriet. Pillycrackers. Ai. Snaps. Nou, dat, die Duitse pakketjes stellen. Hier, doe deze. Oh, die heb je al gehad? Nee, granaten heb ik niet. Ja, dat is een cracklingbal. Ja, dat zijn cracklingballs. Maar ja, soms ook. Cracklingbal met cracker. Deze zijn alweer zwart. Black crack lives matter. Hier. Pilly lives matter. Nou, die kortsluiters kunnen ook nog even een hexking maken. Ja, doen? Ja, doen we dat wel. We hebben even een hexking gemaakt van kortsluiters. Ik weet niet hoeveel dit er zijn, maar het zijn er wel een aantal. Ik kan zo even de fik erin. Oh, je doet er echt nog pillycrackers bij ook? Jawel, man. Volgende product, Rattle Flitzers. XXL met een warning erop. 18 plus. Ja, mooi. Wat zijn dat? Flitzers. Dan. Wat denk je? Ja, pillycrackers. Ja, wat is dit, jongen? Hier. Hou vast. Yes. Flitzers. Nou ja, zeg. Nou, dat doen we gewoon in één keer om er vanaf te zijn. Ze knetteren dus wel zo. Wow. Goeie rook, gek. Het volgende wat we ook nog hebben liggen, die zagen we op het laatste in de winkel. Giga cracklingballs. Nou, kan ook niet heel veel voorstellen. Grote pillycrackers. Zullen we even kijken wat daarin zit? Hey. Weet je wat ik denk? Gouden tip voor jullie. We hebben eindelijk knetterballen gevonden waar nog de zakjes in zitten. Hier, meegaatje. Alle cracklingballs in één keer. Ik koop wel 6. Levensgevaarlijk. Ja. Het Pyro Kids pakket. Nou, als daar een knetterlint in, of knalert in zit, zijn we er ook snel klaar mee. Dit zijn wel leukere dingen, hoor. Voor je weer wel. Die vliegen over de grond heen als het goed is. Tol over de grond even. Yes. Ja, hij is volgens mij van Wistelon, man. Nou, eerlijk, maar gooi hem eens op daar zo, bij dat skate ding dan. Hey, dit is gewoon Viscolon, vriend. Kijk dit. Gewoon vier. Nou jongens, we hebben heel het pakketje even uitgeleed, behalve de knetterballen die erin zitten. Die doen we later wel. Laten we maar hier beginnen. Oh, wacht even. Leuke oplichtingen. Ja, echt, ja. Vuur tegelijk. Vuurwerk van Stijn, gek. Met pijntjes. Lijkt wel als foyas. Wel lekker roken, hè? Ja, roken doet het wel. Een knetterballetje tussendoor. Dan hoopte ik echt dat die een van die fonteinen die andere fontein zou aansluiten. Nou, hier hebben we er eentje allemaal tegelijk gedaan. Dat wordt ook lachen. Namelijk dit. Yeah. Zijn er 3? Oh, niet slecht, man. Nee, de andere moet er nog erbij. Wauw. Ik vind het altijd zo chill als die rook blijft hangen, hè. Moet je kijken. Het is echt een sfeertje hier, jongen. De locatie is ook lauw, hè? Ja, hier zouden we met auto nieuw moeten stoken, man. Doen we niet. Oh. Is het... Alle fontein, hè, dit. Nou, als je het aan mij vraagt, pakketje, moi, ik vind hem wel goed. Want vorige week hadden we natuurlijk die video van de macro online gegooid. Daar zagen we heel veel reacties op dat mensen toch die fonteinen van de macro heel mooi vonden. Vind ik ook wel, maar prijstechnisch
denk ik toch dat je het beste naar de Aldi kan gaan komende week. Komende week gaat de Aldi dus weer verkopen. Maar ik verwacht dat ze heel weinig op voorraad gaan hebben. Dus het wordt echt heel lastig om veel te kunnen kopen. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja jongens, dit was weer de video van dit tuincentrum. We waren bij de Driesprong in Zoetermeer. Daar hebben we dit allemaal gekocht. Ongeveer 44 euro. Dus qua prijs is het wel goed, moet ik je eerlijk zeggen. Vonden jullie deze video nou leuk? Laat het even weten in de reacties. Laat ook even weten naar welke kat 1 winkel we ook naartoe moeten. Want ik zie heel veel winkels voorbij komen. Maar ik ben wel een beetje op zoek naar uniek kat 1. Dus kom niet aanzetten met bijvoorbeeld de Jumbo. Want daar heb je enkel kaarsen of ijstaart of iets. En vulkaantjes. En vulkaantjes. Ik wil echt een winkel hebben waar we echt veel kunnen kopen. Morgen om 4 uur gewoon weer een upload. En binnenkort is het kerstvakantie en misschien wel meerdere uploads per dag.